Hoi, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik jullie de opgemaakte producten van de laatste 3 maanden laten zien. Ik heb hier een tasje die aardig vol zit. Hier zitten allemaal producten in die de afgelopen 3 maanden dus zijn opgegaan. Een tijdje geleden maakte ik alweer een keer zo'n video en toen kreeg ik toch wel reacties van we vinden het toch wel leuk om te zien. Aangezien ik niet een heel groot verbruiker ben van producten, is het voor mij ook niet haalbaar om dit maandelijks te laten terugkomen. Maar af en toe is 1 keer in de 3 maanden leek me wel leuk. En het tasje zit weer aardig vol. Dus ik dacht, nou, ik ga je gewoon weer even laten zien wat ik heb opgebruikt. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn lege verpakkingen van producten die zijn opgegaan, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik moet zeggen dat ik zelf ook niet meer precies weet wat er allemaal in dit tasje zit. Omdat, ja, 3 maanden, dat is best wel lang. Er zullen best wel weer dubbele producten in zitten. Maar dat gaan we zo tegenkomen. Dus ik ga gewoon wat uit het tasje grijpen. En dan, ja, zullen we wel zien hoeveel dubbele producten erin zitten. Het eerste wat ik hier heb, dat is de Rexona Maximum Protection deodorant. Het is een deodorant die ik al best wel lang gebruik. Ik heb de Sport Strength. Normale deodorants die houden mij gewoon niet genoeg droog, zeg maar. Ik ga daar doorheen zweten en dan krijg je nare luchtjes van. Want ze zeggen wel eens vers zweet stinkt niet. Nou, ik vind het echt wel ruiken. Dus ik gebruik deze deodorant al best wel een hele tijd. En ja, ik vind het nog steeds een hele fijne deodorant. Je hebt hem ook van Dove trouwens, maar die vind ik iets minder fijn. Dit is zo'n deodorant die je omhoog moet draaien, zeg maar. En daar komt het deodorant uit. Het is een beetje een soort creamy deodorant. Je zou hem in feite 1 keer per dag kunnen aanbrengen. En dan houdt hij je echt een hele lange tijd droog. Nou, ik doe het echt wel gewoon als ik me ga aankleden en na het douchen. Want ja, ik wil gewoon dat ik fris blijf. Dus dat is in ieder geval die. Die gaat er ook best wel hard doorheen, hoor, moet ik zeggen. Dan heb ik een tandpasta. Dit is de Oral-B 3D White. Je kunt hem bijna niet meer zien. Maar dit is een Vitalizing Fresh tandpasta. Ja, ik vind het een hele fijne tandpasta. Ik heb deze toen eens een keertje in de aanbieding gekocht. Twee van die tubetjes, want die waren toen heel goedkoop. En ik was bijna door mijn tandpasta heen. Maar deze tandpasta vind ik wel heel erg lekker fris. Ja, het is echt een Ik vind het wel fijn dat een tandpasta echt een hele frisse smaak heeft. Ik hou heel erg van een intense mintsmaak en dat had deze zeker. Dus echt wel een hele fijne tandpasta. Die is in ieder geval opgegaan. Je ziet het ook wel, want ik knijp ze ook helemaal uit tot het laatste beetje eruit is. Dan is die ook gewoon goed leeg, zeg maar. Dan heb ik hier een aantal tubes met scheergel. Ik heb altijd de scheergel van Shein. Dit is van de Lidl. En ik vind deze heel erg fijn. Er zit aloe vera in. Hij is ook voor een gevoelige huid. Ja, ik ben iemand die ook in de winter gewoon de benen bijhoudt met scheren. Heel veel mensen die zeggen van nou, dat ga ik in de winter niet doen, want niemand die het ziet. Maar voor mijn eigen gemoedstoestand, voor mijn eigen rust, vind ik het fijn om het dan toch te doen. Dus ik heb er hier sowieso al eentje. Twee, dit is trouwens nog een oude verpakking. En hier heb ik er nog één. Een derde. Misschien zit er nog wel een vierde in. Maar goed, dat gaat bij mij dus best wel hard. Het is ook scheergel. Dus het is niet echt gelijk schuim. Maar gewoon een gel. Ik vind dat zelf het fijnste werken. En ik vind hem eigenlijk bij Lidl. Hij is helemaal niet zo heel duur. En hij werkt voor mij prima. Dus ja, die gaat er altijd wel wat meer doorheen. Maar ja, dat krijg je ervan als je het ook in de winter gewoon gebruikt. Dan heb ik hier ook 2 keer de mondwater. Dit is de Dentalux mouthwash. En deze komt ook van Lidl. Die haal ik daar altijd. Ik heb hier 2 varianten. Ik heb hier allereerst de alcoholvrije. Dit is ook een mild mint. En dit is een roze paarse variant. Ik moet zeggen, ik vind deze niet het allerfijnste. Maar je hebt niet altijd keuze bij Lidl van wat ze op dat moment hebben. Dus als ik het nodig heb en ze hebben bijvoorbeeld alleen de paarse, neem ik hem wel gewoon mee. Maar ik vind deze zelf iets te mild. Ik hou zelf wel van een iets frissere. Ja, het is op zich wel weer goed dat er geen alcohol in zit. Maar ja, ik vind het gewoon fijn als die iets frisser is. En dan heb ik hier de groene variant. En dit is de Fresh Mint. Die vind ik dan alweer een stuk lekkerder.
Ik heb zelf het liefst ook echt de blauwe of de groene variant. Maar ja, deze vind ik dan wel heel lekker. Ja, hier zit dan wel weer alcohol in. Dus hij is op zich wel weer iets slechter als die paarse. Maar hij is gewoon een stuk frisser. En ik heb bij die paarse variant gewoon niet... Het is gewoon niet fris genoeg voor mij. Dus ja, het liefst dus de groene of de blauwe. Maar je hebt het niet altijd voor te zeggen dus. Dan hebben we ook weer een shampoo. Een baby shampoo. Die gebruik ik altijd om mijn kwasten te wassen. Deze moet ik trouwens weer kopen. Al komt deze van de Action. En we kunnen nu natuurlijk niet naar de Action toe. Hij staat volgens mij ook niet op de click and collect pagina van de Action. Maar hier was ik altijd mijn... Mijn make-up kwasten mee. Dat vind ik het op zich gewoon het fijnste werken. Ik heb nu al twee keer... Ik was het weer vergeten om te kopen bij de supermarkt. Dus ik heb al gewoon twee keer met gewone handzeep, zeg maar, mijn kwasten gewassen. En dat werkt gewoon... Het werkt wel. Maar ik vind... Baby shampoo is gewoon een stuk zachter voor je kwasten. En helemaal als je wat duurdere kwasten hebt, die wil je lang mooi houden. Dus ik vind baby shampoo gewoon het fijnste. Maar die moet dus echt weer eventjes gekocht worden. Ik zie hier zelfs nog een Rexona deodorant die we straks al besproken hebben. Dus zo zie je maar weer. Er zitten soms dubbele dingen in. Dan heb ik hier weer een André Lon shampoo, de Oil & Curl. Ja, shampoo gaat er bij mij ook veel doorheen. Deze is dan voor pluisvrij haar, dus dat vind ik zelf het fijnste. Eigenlijk is deze niet helemaal geschikt, omdat ik niet... Ik heb wel slag, maar niet echt vol krullen. Maar ja, ik koop hem nog wel eens verkeerd. Want ik heb hier ook deze variant weer. Dit is de Oil & Care. En die heeft altijd wel mijn voorkeur. En deze is voor pluizig en droog haar. Hier zit dan Buriti olie in de Oil & Curl. En hier zit argan-olie en marula olie in. Dus ja, ook twee hele fijne zitten er nog meer in. Ja hoor. We hebben nog een Oil & Care, dus in 3 maanden tijd gaan er ook 3 flesjes shampoo doorheen, zoals je ziet. Ik denk niet dat we er nog eentje gaan tegenkomen, dus dat waren de shampoos die ik dus veelvoudig gebruik. En geloof het of niet, maar ik vind nog een Maximum Protection van Rexona. En dit is de Stress Control variant. Deze is later, dit is de oude variant en dit is dan de nieuwe variant. Dus deze is vervangen door deze, maar ik had er dus nog eentje. Was ook eigenlijk wel te verwachten. 3 maanden, denk ik ook wel 3 flessen. 3 deo's. Dan heb ik hier 3 keer de conditioner van André Lon. Ik heb hier de Oil & Care. Volgens mij heb ik alleen de Oil & Care. Ja, 3 varianten Oil & Care die doorheen zijn gegaan. Ja, voor pluizige en droge haar. Die zit dan die argan-olie en de marula-olie in. Conditioner gaat er bij mij meer doorheen. Want ja, daar heb ik best wel veel van nodig met mijn lange haar. Maar ja, die gaat er dus ook best wel veel doorheen. Dus ja, ik weet niet of het overdreven is of niet. Maar ja, ik vind het toch wel fijn om dat te verzorgen. Dus die zijn ook weer op. Dan heb ik hier nog een conditioner. En dit is er eentje van de André Lon Pink lijn. Dit was een lijn van Masha van Beauty Gloss. Dit is een super shine conditioner. Schitterende glans en zijdezakt haar. Ik heb deze lijn heel lang gebruikt. De shampoo en de conditioner. Maar dat was in de tijd dat ik mijn haar nog verfde. En hij maakte mijn haar echt super zacht. Dat moet ik absoluut zeggen. Alleen op een gegeven moment, omdat ik dus heel erg pluizige haar heb, ben ik overgegaan naar die André Lon pluis lijn. En... ja, heb ik deze even laten staan. Inmiddels is deze niet meer te koop. Dat vind ik heel jammer, want ik vind hem nog steeds gigantisch lekker ruiken. En ik heb hem nu gebruikt, omdat nu ik mijn haar ook niet meer verf, daar ben ik sinds een paar maanden mee gestopt. Ik merk ook gelijk dat mijn haar een hele andere structuur heeft en dat die mijn haar nu eigenlijk wel nog zachter maakte. Omdat mijn andere haar, het was vaak een beetje touwachtig door het blonderen. Maar deze heb ik toevallig heel toevallig gepakt, want ik had deze nog boven staan. Ik had op dat moment een conditioner nodig en ik dacht dat ik eigenlijk door al mijn André Lon Oil & Care conditioners heen was. Die stonden later op een andere plank, maar hey, dat geeft niet. Toen zag ik deze nog staan, dus die heb ik toen gepakt. Maar ik vind het wel echt super jammer dat deze lijn niet meer te koop is, want ik heb hier echt deze met heel veel liefde gebruikt. En zo, ja, waarschijnlijk als die er nog zou zijn, zou ik hem misschien wel weer gebruiken, omdat ik hem wel heel fijn vind.
Even kijken. Dan hebben we weer een keratin haarmasker van de Action. Die ik super fijn vind. Ja, ik heb hier ook een review over geschreven op mijn blog. Maar dit is gewoon zo'n fijn haarmasker. Ik ben nu aan mijn laatste pot bezig. Dus misschien dat ik toch een keer click en collect moet gaan doen. Als het wat langer duurt tot de winkels dicht zijn. Want ik heb wel weer een nieuwe pot nodig binnenkort. Maar het is zo'n fijn haarmasker. Hij is gewoon heel goedkoop. En ja, hij maakt mijn haar eigenlijk heel zacht. En deze werkt voor mijn haar prima. Dus dit is wel een van mijn favorietjes ook. Dan heb ik ook een body scrub en dat is van de Spa Exclusief lijn. Dit was een sea salt body scrub. Dit was ook een limited editie van de Action. Heb ik met heel veel liefde gebruikt. Hij ruikt heel lekker. Het was echt een hele fijne body scrub. Maar ik ben zelf toch niet zo'n heel groot fan van scrubs in potten. Ik vind het fijnst als ze gewoon in een tube zitten. Ik heb inmiddels gelukkig weer de tubes gevonden bij het kruidvat. Maar dat werkt voor mij gewoon net wat fijner. Maar hij rookt wel super lekker. Ik vond hem echt heel erg fijn. Als ze hem in een tube hadden gehad, was het nog beter geweest. Maar omdat op dat moment hadden ze bij Kruidvat ook niet de tubes met scrub. En toen kwam ik deze bij de Action tegen. Ja, dat is echt al een maand geleden. Want volgens mij was het ook voor de kerst nog. Dus deze heb ik ook best wel lang gebruikt. Dus ik heb er wel. Ja, ik vond hem wel heel fijn. Omdat hij ook wat grovere scrubdeeltjes had. En dan heb ik nog een scrubje. En deze vond ik echt niet zo fijn. Dit is een koffiescrub. Dit is een scrub voor zowel het gezicht als je lichaam. Hier zitten ook gerecyclede ingrediënten in. Dus hij is wat dat betreft wel. Hij staat ook op, echt zo op I'm green plastic. Maar hoewel ik heel erg van koffie houd, vond ik de geur in deze gewoon te overheersend. Ik vond dit niet lekker. Ik ben normaal gesproken iemand die, wat ik zeg, echt wel een koffieliefhebber ben. Maar ik vond dit gewoon echt te sterk. Ik vond ook de scrubdeeltjes gewoon niet echt grof. Ik snap het aan de ene kant omdat je hem ook op je gezicht kunt gebruiken. En op je gezicht heb je toch vaak een andere scrub als voor je lichaam. Maar ja, omdat ze te zacht waren, vond ik ze voor mijn lichaam, vond ik hem dus niet fijn. Ik heb hem wel opgemaakt, maar ik zou hem niet weer kopen. Want nee, deze beviel mij gewoon niet. Ook de geur, ik vond hem zo aanwezig. Nee, dat was niet echt mijn ding. Dan heb ik ook weer een reinigingsgel van het Kruidvatmerk die ik elke dag gebruik. Die is ook weer opgegaan. Het zijn best wel grote verpakkingen ook, want er zit 150 ml in. Dat is gewoon een gel. Deze is voor de normale en gemengde huid. En hij is zeepvrij en verrijkt met... Siri gaat zich ermee bemoeien. Verrijkt met lotenbloesem, extract en aloe vera. En hij reinigt je huid op effectieve wijze. Ik vind het gewoon altijd lekker als ik mijn make-up heb verwijderd. Ik stap onder de douche. Even lekker hier mijn gezicht mee insmeren. Ja, gebruik ik ook al jaren. Dus ja, echt heel erg fijn. Dan hebben we ook weer de scrub gel voor het gezicht. Dat is deze van het Kruidvat. Die gebruik ik ook echt al geruime tijd. Het is een zachte peeling. Peeling. Ja, nee, een zachte peeling met jojoba beads en bamboe extract. En deze is voor alle huidtypen en die vind ik gewoon heel fijn. Ik gebruik dit 2 keer per week. Je scrubben mag 2 keer per week. En ik vind het ook gewoon fijn om te doen, want ik vind het gewoon fijn om mijn huid goed te verzorgen. Hij reinigt je huid diepgaand en intensief. En het is verrijkt met die jojoba beads en de bamboe extract. Worden je dode huidcellen verwijderd. Dus je hebt daarna gewoon echt een heerlijk en fris schoon gevoel. Dus ja, ook een van mijn favorietjes. Dan heb ik hier een dagcreme. En deze is van het Kruidvat. En deze heb ik ook jarenlang gebruikt met heel veel plezier. Ik vind dit zo'n fijne dagcreme. Deze is voor de droge en gevoelige huid. Maar het fijne hieraan is, vind ik dat hij in een tubetje zat. Helaas is hij inmiddels niet meer te koop. Ze hebben bij het Kruidvat alleen nog maar potjes. En daar ben ik nu aan begonnen. En ik moet zeggen dat het ook een hele andere structuur is. De potjes zijn ook een stukje duurder als die deze, zeg maar. Ik hoop eigenlijk dat deze ooit nog terugkomen. Want ik vond deze veel fijner. Maar ja, helaas, hij was op een gegeven moment op. En dan, ja, is het klaar. Maar dat vond ik wel heel erg jammer. En daarbij gebruikte ik dan ook altijd de nachtcreme.
Die is dan ook voor de droge en gevoelige huid. En ja, hier zit dan shea-boter in en allantoïne. Ja, zoiets. Ja, eigenlijk hetzelfde verhaal als bij die dagcreme. Gewoon super fijn product. Helaas niet meer te koop in deze variant. Ze hebben natuurlijk nog wel dag- en nachtcremes, maar dus in een andere variant. Maar ja, vind ik heel erg jammer. En dan ben ik toe aan het laatste product. En dat is een concealer van Essence. Dit is de Stay All Day Long Lasting Concealer in de kleur 10 Natural Beige. Dit is zo'n hele fijne concealer die eigenlijk in mijn dagelijkse stash zit. Hij heeft gewoon zo'n met zo'n kwastje zeg maar. Dat vind ik zelf heel fijn. Dan blend ik hem gewoon lekker uit. Hij is ook waterproof. Nou ja, ik vind deze gewoon heel fijn. Ik heb hem ook jarenlang gebruikt in combinatie met de foundation. Maar die foundation is inmiddels gewoon echt te donker voor mijn gezicht. Dus die gebruik ik niet meer. Maar de concealer die gebruik ik nog wel. En dat gaat er ook best wel veel doorheen bij mij. Dus ja, dat is gewoon een hele, ja, hele fijne concealer die ik veel gebruik ook. Nou, dan waren ze dit. Alle producten van de afgelopen 3 maanden. Ik ben ergens toch wel een beetje geschrokken van de deodorant, de scheergel en de conditioner en shampoos. Ik zei straks, ik ben niet echt een groot verbruiker en op zich valt het ook wel mee. Maar dit zijn producten die er toch best wel hard doorheen gaan bij mij. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij bekend bent met een van deze producten. Of jij misschien een groot verbruiker bent van producten. Of dat je het ook best wel zuinig aandoet. Het is natuurlijk ook een verschil per persoon. Er zijn natuurlijk ook mensen die bijvoorbeeld maar één keer in de week hun haar wassen. Of gewoon bepaalde producten helemaal niet gebruiken. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd of jij ook vast zit aan een bepaald merk. Of dat je gewoon net koopt wat er in de aanbieding is. Mocht je dat willen delen, laat het dan zeker even weten in de comments. Ja, ik ben door mijn producten heen. Dus ik ga je bij deze dan ook gewoon bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het in ieder geval leuk vond om te zien. Ben je nou nieuw op mijn kanaal en wil je op de hoogte blijven van mijn video's, kun je gratis abonneren. Het kan erop het rondje bij mijn gezicht drukken en op mijn kanaal zelf staat een rode button. Als je daarop klikt, ben je gratis geabonneerd. Naast die rode button vind je ook een belletje. En als je daarop klikt, dan zijn je meldingen ingeschakeld en krijg je ook een melding zodra er een nieuwe video van mij online komt. En hoef je niks te missen als je dat niet wil. Vond je deze video nou leuk? Doe dan even je duimpje omhoog. Dat zou ik ook wel leuk vinden. Dan wil ik je bij deze gewoon heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!